ook toen ik hem begon in Engeland zat in was altijd helemaal vol plan uit naar donderdag naar huis gegaan. Het zou dat pas vrijdag worden. Zien ze dat ze braaf is? Nou niet joh. Hallo, hallo. Ja, zo, hoor. Zo. Daar is ze dan. Kom maar mee met de kerel gedraaid. Hallo Thea. Hier. Dankjewel. Met deze heuvel. Ja. Dag. Dank je. Ja. Anton, ja. Ik weet niet of jij nog onder de douche moet. Nou, nee. Nee, want hij heeft nog niet zijn kleren bij zich. Oh. Die zou, hij hoopt dat bereiken die mij neemt. Ja, dat... Anders heb ik nog wel een schone overal liggen. Waarom? Nou, ik heb een handdoek en zo voor je klaar. Oh, heerlijk. Dan zou ik zo even kijken. Het is niet erg. Nee. Hij heeft geen tijd over. Nee, waar is dat moeder? Dat zal wel in orde zijn. Die zit bij de buurvrouw. Wat bereikt het? Jongen, en waar zou Mark en Jessica dan? Bij de buurvrouw. Kasten en accu's voor nodig om dat te vinden. Nee. Nee, nee, ik zeg gewoon de cassette zit hierin. Gelukkig wel, Saskia. Je eigen bed, dat doet een hele goede, hoor. Ja, dat is wel lekker, hè, eigenlijk. Ja, ik heb de reis zittend in een bus gedaan. Ja. Ja, we hebben op de terugreis allebei best wel geslapen. Ja. Een aap, hè? Hufters zijn het. Ja. Zo'n tuin ziet er weer uit, hè? En zo'n gazon. Ja. Ja. Kijk maar, want hij zit niet zo weinig. Zo strak moet hij het maken. Vind je ze hier niet te warm, sopa? Ja, ik ga het wel even anders. Ja. Wil je hier zitten? Ga je daar zitten? Ik zit op de schuif daar. Ik kan een tafel een stukje die kant zitten. Ik kan lekker in de schuil zitten, anders is het te warm. Zo te warm. Of ik doe de parasol even schuin. Oh nee, laat die maar staan. Hij rijdt, nee, dat komt nu op open. Oh ja, maar daar staat hij net de kwartijn. Dan kan ik het nog wel even naar voren doen. Ja. De tafel is nog een stuk daarin. Ik dacht helemaal dat wij
De vader en moeder passeerden onderweg. Zo. En dan hadden ze ook al niet kunnen zien. Ja. Dankjewel, Mark. Kijk, wat daarom blijft er ook overheen gaan, dat je daar nog gaat. Ja, dat is zo lekker, hè? Ja. Fijntje, hè? Ja. Nee, ziet er ook niet mooi uit, hè? Ons gedaan over de mesthoofd. Zo die spullen in de auto zetten. Dat het helemaal bedekt wordt door groen. Ja, bij ons groeit echt een priëel zo, hè? Allemaal te nu rottige struiken. En daar groeit ook allemaal overheen. Ja. Eén groene muur wordt dat zo. Even in je park gewoon. Ja, lekker. Papa, en die struik, hè, maar dat komt ook helemaal in de tuin uit. Ja, nou, dat ik mag toch wel even afspelen. Nou, dan zal het in jouw tuintje ook wel hard gaan, denk ik, Moe. Ik ben zo nieuwsgierig, Theo. Maar morgen gaan we erheen. Want zonnetje erop en... Ja, hè? Ja. Ja, ik ben daar, hoor. Ik denk het best wel. Blijf aan! Ben je helemaal benieuwd hoe het eruit ziet, hè? Dat zeg je toch niet zo? Ja, hoe dan? Wil je het alsjeblieft op de tafel laten liggen? Ah. Klinkt veel vriendelijker. Laat op de tafel liggen. Jessica. Dat stukje vond ik zo leuk. Ja. Ja. Je hebt al niks van gezegd, nee. Nee, zie je wel. Wel tegen deze video. Ja. Ja, ik denk dat je nog een beetje langer plezier ervan. Ja. Nou, jullie bloemen staan ook nog. Ja, ja, dan, ja dat vond ik toch wel zo. We zijn er al drie weken vandaag. Week. Ja. Dat had ik al een beetje gehoopt. Ja. Dat ze waren super verse bloemen. Ja. Dus als het een beetje is, dan staan ze met veel stof nog. Niet te warm, Thea? Nee hoor. Ik kan een beetje aan de hoek gaan zitten hoor, als het warm is. Ik heb het niet gevraagd, ik ben zon gewend, ja. Ja, het is zo. Ik heb geen zo gauw te warm. Het zal allemaal stoppen, dan komt het dus. Ja, gewoon even uitleggen, ja. De zon. 12,5 jaar trouwens. Ja. Mantiet, hè? Ja, wat is het? Mooi, hè? Ja. Nou. Ja, ik denk gisteren van, ik ga me niet scorsen. Ik denk, laat ik maar zorgen dat de tuin er een beetje netjes uitziet. Hè? Anders krijg je daar weer een commentaar op.
Ja. Hebben we donderdag ook leuk gedaan? Ja. 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 Nou, het is de hoogste. Ja. Het zijn chocolaatjes. Ja, ja. Die kamer naar mij. Je hebt hem zo schrijven. Nee, dat laat me mooi zitten. Ja, ik ben die zat mee. Ja, dat laat me mooi zitten. Dat laat me mooi zitten. Als ik een kostuum aan moet maken, Dankjewel. Hi, mogen we blijven mee eten? Ja, ik heb maar geen boodschappen gedaan. Ik heb wat gebracht. Ja, ja. Het is mij weer een boodschappen doen. Ik zie jou maar niet gebruiken. Ja. Ik heb ook nog een jasje erbij. Wat doen we toch? Video? Video. Hey. Ja, ik heb nog even.
vooral niet gefeliciteerd. Nee. Ik wil het vooral aan jou niet te goed doen. Nee, niet te goed te doen. Nou, zal ik je dan feliciteren? Ja, dank u wel, Bianca. Ja, hoor. Oké. Ik heb een cadeautje ook al vergeten. Gefeliciteerd, hè? Ja, heel leuk. Nee, je bent wel gek, zeg. Heb je een grote container niet zien staan? Hij moet er wat voor doen, hoor. Nou, dat vind ik ook. Dat is wel eens niet, maar eens even te pakken. Als je geen achter zit, heb je ook geen last van die. Nee. Tom, ook wij hebben de sleutel. Zo snel die zaak. Nou, ik heb nog één been dat je onderweg naar net. Ja, moet ik dan nog even oefenen? Nou, dan lezen we gewoon af. Joh. Oh, een beetje informeel. Een beetje informeel. In de auto. Ja, het eten koken. Oh, kijk eens. Wat een feest in het in. Mama, ik vind dat je een vrolijk bent. Met papa krijgt jouw als een oude snuit. Het ziet echt gezellig uit. Ja, Jessica, wat zij vieren is 12,5 jaar getrouwd. En nu hebben zij een feestje gebouwd. Wat leuk, zeg. Nu ben ik en allemaal erbij. Ben ik en jij, papa en mama, feliciteer ik graag voor u. Nou, jij is er maar. Allemaal stil. Luister naar haar. Lieve mama en papa. Ik ben zo blij. Goed zo. Miauw. En luister. Nu nog een schaal. Wil ik van jou. Hoera voor mama. Hoera voor papa. Hoera voor alle twee. Ze leven lang voor Mark en mij. Hoezé. Lieve pa en mama. Maar zij hebben veel geluk gehad, want ieder kreeg een grote schat. Mama zo'n hulpje, papa zo'n knecht. Zo, dat moest even worden gezegd. En nu nog één cadeau. Dat hoort er. Jessica. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Nou, dat is natuurlijk mede door je buurvrouw. Ben ik klaar, oma? Is het allemaal op? Ja. Nou, zet maar in de kamer. Die is voor mij, hoor. Ja, mama. Wat leuk. Ik heb foto's erbij. Zo,
Ik zei
durf wel. Holy sunshine, you make me happy. When skies are gray, you will never know, dear. I'm a child of you. Please don't take my sunshine away. Dat is toch niet de bus? Nee, ik dacht al. Oh, kijk, dat is toch mooi. Nee, dat is toch een andere bus. Ja, ja. Muziek. De muziek. Wat zijn dat misschien, Theo? Die zit in Jessica! Zo, Saskia, 12:30, hoe lang moet je dan nog? Ja, ik weet het, ik ga gaan met Theo. Ja, hoe lang ik nog wel. 12 jaar geleden had ik. Ja, maar hij is aardig blijven rijden. Ja, Ja. Ja. Oh, nee. Het is wel lekker, hè?
Ja? Had jij al wat gesterkt, Thomas? Ja. Ja, want hij was wel een En die lust jij niet, meneer? Ja, die lust hij niet. Die lust hij niet. Die zei ik neem bosbos, hè? Lust ik niet. Nu wel? Ja. Dat vind ik wel lekker, hè? Ja. Ik dacht, nou, dat is mooi niet waar, want de bosbos is toch niet. Volgende. Die is lekker, hè? Mijn witte lemmen aan. Mm. Mijn drink aan. Ja, dat is een beetje. 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 Ja, dat is
dan meteen rechts en dan weer rechts. Stopt hij, hè? Als het nee, dan brandt hij dus nog, hè? Ja, want hij staat er anders helemaal niet op, hè? Nee. Is toch zielig? Ja, gaat het in de gaten. Zielig? Dat is zielig, hè? Ja. Ik weet niet, hoor. Ik ga weg. Corrie. Corrie. Kom toch op. Ja, linker. Ja, maar ik weet niet hoe ik daar ja, ik heb nog die andere heen. Als ik daar kijk, ik zeg nou. Ja, ik ben helemaal stil van deze stil. Ik heb beeld. Het is nog met geluid aan het hoofd. God, hij is aan. Ja. Ik ga er maar niet te lang mee spelen, want er wordt niks met jou. Nou, leuk Saskia neem ik even. Die zit met te knikken met haar hoofd. Hij hoort eigenlijk op een schouderbeugeltje gemonteerd. Ja, dat is blauw. Zo, dit is bij de service gedaan. Dat is het denk ik. Ja, dat zei Theo tenminste. Ja, Duitsers en Denemarken op de studio. Ja, te hard, anders gaat hij er helemaal terug. Ik ga langer op. Een tukje. Ja, goed zo. Nee, weet jij waar nummer 3 is? Het stikt nog niet! Ik weet niet waar nummer 3 is. Ja! Ja, altijd met 16. Ja. Hey.
Dat is een rondbal. Is dat. Maar Marieke heeft al bijna gewonnen. Zij heeft de meeste punten. Staat er zelf voor te kijken. Oh, ja. De tweede. Yeah.
Ja, dat komt wel bij vandaag. Dat is wel heel leuk. 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 Nee, ja, ik heb wel een paar dagen van mannen kunnen nemen dan. Waar zal er wel in zitten? Ja, dat is ook heel leuk. Ja, een tijdelijke reisport. Reisport? Ja, nou weer wel, 5 jaar geleden. Maar zegt jij wel, ik heb nog niet van het tijd aan, dus ik kan het ook mee. Dus en weer, nou 5-6 voor weer zo weg. Als ik een paar weken in de kennel, hè? Ja. Kennel. Saskia, die gaat toch gasten gaan, neemt ze in de kennel mee. Waaah! 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 Ja, kijk. Saskia hem toch wel een stuk. Theo zei hij blijft toch wat langer. Voor de Swiss was Saskia. Noem je maar nummer 2. Lang haar. Lang haar. Nog een keer, roep je uit. Noem je maar nummer 2. Lang haar. Van onze hele lange haar. Hij leek wel een theater. Al was zijn stem nog zwaar. Joris maakt het al te bont. Hij is een echte weglooppond. Komt er Jehovah aan de deur, breek je meteen maar uit de sleur. Roep er maar, nummer 4. Saskia werkt als telefonist voor een toekomst. Firma inruimt dat. Maar ja, ook Saskia heeft het dan. Thomas. Roept maar, nummer 5. Foto. Theo verheen, fotofriek, werd van het foto's maken. Hij dacht er toen maar, ik stop ermee. En spoelde die rotzooi door de pleeg. Roept maar, nummer 6. Kralen. Met kralen spelen, vond ze fijn en op een keer ze voor de gein duwde ze in je huis, boven in haar kleutingen. Roep je maar nummer 7. Gran Canaria. Canaria, Canaria, een eiland in de zon, ja ja. Daar gaan ze nog een keertje heen. Zorgen in bikini, geen. Roep je maar nummer 8. Motor. Theo's motor, dat was me iets. Beter dan zo'n trage fiets. Voor Theo kon het niet meer stuk. Brand in schuurtje, brak geluk. Roep je maar nummer 9. Geef de koning aan te velen, zitten vindt ze heel niet mee. Ze gaan gewoon als dat kan naar hun mooie rietje kerk. Roep maar nummer 10. Antiek. Wat? Daar begon het allemaal mee met die reizen over zee. Stadplaats was Den Bosch toen al. Huisje, tuintje,
kindertaal. Roept maar nummer 11. Toen Theo in zijn kastje was, was hij dadelijk in zichzelf. Ook Saskia was zeer tevreden, want eindelijk was hij weer beneden. Roept maar nummer 12. Dennis. In aanvang van wat gehannes, heet nu een potje tannes. Ze geeft die bal een reuze lel en wint daarmee het hele spel. Roept maar nummer 13. Ambtenaar. Want Theo is dan wel een ambtenaar, zijn zaakjes heeft hij voor elkaar. Hij regelde eerst voor elk een brand, maar is nu de baas van de hele tent. Roept maar nummer 14. De PTT, ons moederpost, was van een groot probleem verlost. Toen Saskia besloten had post te sturen van dorp naar stad. Gaan zo af en toe naar het mooiste Zeeuwse strand. Om kastelen te gaan bouwen was het bij een hoge stand. Roept maar nummer 16. 12,5 jaar. Al 12,5 jaar houdt zij van hem en hij van haar. Zo vinden wij het mooi geweest en bouwen verder een prachtig feest. Het is helaas nog niet gaar. Ga ik even steken kijken? Oh, waar? Snijvat. Waar? Ja? Het houtje moet eerst pikken, dan kunnen we nog wel wat pikken. Ja, ik denk dat je hier maar ding op moet leggen. Ja, kom vast. Ik pak gewoon een pen. En je legt voor mij er ook een pen op. Nou, lekker Fikkie weg. Ja, ja. Moet je dat nou per se filmen, Tom? Moet dat gefilmd worden, jongen? Jullie mogen altijd op de twee komen. Nou, die zijn er heet te gek. Ja, dan zorgt hij wel. Ja, een beetje inpakken.
Nee, nee. Kijk, neem een plastic koffie. Ja, ja. Doe dat voor mij. Koffie, koffie. Hoeft nou toch niet meer? Ik heb wel spelen, hè. Ik wil wel een koffie. Koffie. Marijke, jij wel ook koffie? Ja, ik wil graag koffie. Doe mij ook een koffie. Doe mij ook een koffie. Nou, moet je dan onze truimers even zien. Oh, God, ja, ze hebben dat een bak om. Vision kleren. Oh, we hebben een alpenschotje voor hem. Hé, dan gooi je lappen dan toch? Dat is gevaarlijk. Dat is danger. Ah, gewoon fijn. Onze broek staat er. Ja, die heeft hem gevoerd. Anders neem jij hem ook mee. Ja, als je hoog dicht hebt, moet je licht je hoog opdrekken. Die niet. Ja, dat heb je niet. Ja, oh, je hebt het toch verteld dat het voor de keer. Ja, dat is echt net zo. Ja, dat is echt. Ja, dat is echt. Hij zou het zelf nu al denken. Ik heb het bij je stoplaars hebben gehad. Dat was gisteren op de tv bij Europa. Ja, nu op tv. Maar ik heb het heel weinig. Hij was inderdaad een soort en een paar clips van de Rolling Stones. Miss You en Start You. Nou, in Channel 0 gaat ook goed met al die mensen. Van Miss You. Die stralen daar. En die kern. Lacht zo, nou, afschuwelijk gewoon. Nou, ik heb het niet te. Hij ziet er ook heel ordinair uit. Een raar jasje aan. Nee, hallo. En dan gaat hij zo met zijn haar dan hier, of zijn handen hier. En dan gaat hij zo. Hij is gewoon een belachelijk. Ik wil even staan met mijn broertje. Ik denk dat het kind gewoon heel erg tegen. Dat is een stuk. Daar moet je mee nemen. Ja, dat is het verschil. Dat is net zo'n verschil. Zo'n 12. Nou, kijk hem maar. Ja, wij kennen het niet zo leuk. Nou, hoe die lap naar binnen. De Oost-Fries 12. Ja, toch? Ja. Dat is wel van moeders. Ja. Of we er niet hebben wat met. Ja, maar juist een groot verschil. Ja. Ja? Kan ook heel positief zijn. Ja. Ja. Ben, hou je van te zoen? Hoe heet het ook weer? Harry Vermeer, hoe heet het ook weer? Zijn vinger. Ik vind het ordinair. Ben! Zit je altijd te doen? Ja? Ja. Heel ordinair. Zenuwtrekking. Ik ken jou niet, hoor. Je bent echt mijn broer. Ja, Ben, uiteindelijk hebben wij een vreemde relatie met elkaar. Wie? Ben en ik. Jongen, jongen, kijk je er niet bij. Alles goed? Even voetballen? Pardon? Hij is net klaar, joh. Oh, heb je ook voetballen? Ja, je hebt gewoon woehoe. Ja, nou, kijk ja, jullie zijn mee. Hé. Dat waren nog een stukje gemaakt voor Saskia en Theo. Maar het gaat niet door. Zullen we maar opruimen dan? Maar we hebben daarvoor een opstelling gemaakt. Dus als iedereen een beetje zich daar aan toe zet. Oh, dan kom maar kijken. Hé? Wat is het hele? Ja, dat was daar. Ik ga het zo. 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 Ik ga het z
Alleen kom dan nog! Nee. Zet uit je voeten! Kan je lang aflopen? Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Jessica. Hé, papa en mama zijn vandaag de hele dag weg. Oh ja, dat is ook zo. Er zijn Anton en Marijke, die gestrande kinderophalen is uit Frankrijk. Joepie, het hele huis hebben we voor ons alleen. Ja, we kunnen Joris tenminste mooi loslaten in papa's plantenkast. Want anders scherft hij hier van redelijk al de gaten in de tuin, weet je wel. Ja, dat kunnen we doen. Ja. Maar de sla zit nog tussen je tanden van gisteren. Zullen we eerst eventjes lekker tanden poetsen? Ja, zullen we eerst maar ons een beetje tanden poetsen. En trouwens, ja. Zit je altijd weer met mij te bemoeien. Want ach, man. Ik ruik je vanaf hier al. Eerst maar eens even tanden gaan poetsen. Waar is de tandenborstel? Waar is de tandenborstel? Ah, waar is die? Hier is de tandenborstel. Eén tube tanden staan, Marie. Ja, tanden. We hebben maar één tube. Nou, de tijd om mijn tanden te poetsen hoor. Ja, dan knaf je echt zo op hoor. Een eitje, lekker. Een eitje,
Kijk, in mijn uiterlijk gaan we het is echt zalig. Wow. Lekker smakken. Ja, dat is niet meer. Ja, dat is niet meer. Ja, dat is niet meer.
Zeker story. Thank you.
was de tragedies van een creatieve family. Ik kan niets meer bedenken. Ik hoop dat ik nu sterk zie.